In deze oefening start ik op 6 meter met 3 ballen. Ik heb 6 meter gemarkeerd met een tee. 3 ballen liggen klaar. Daar gaan we. Bal 1. Nou, belangrijk aan de oefening dat ik die bal direct uit ga spelen. Nou, dit is een mooie bonus als hij er meteen in rolt. Bal 2. Dus mocht ik die put missen, zoals nu, ga ik direct die bal uitspelen. Ik sta inmiddels op een score van 3 slagen. En nu komt de laatste bal. Dit wordt slag 4. En zo speel ik die bal ook nog uit. Met als doelstelling om maximaal 6 slagen te gebruiken. Heb ik een score van 6 of beter, dan ga ik 2 meter verder van de hole afstaan en ga ik de oefening herhalen op 8 meter. En zo blijf ik steeds 2 meter verder gaan op het moment dat ik de doelstelling bereik. Maar bij een score van 7 blijf ik staan. Dus ik ga dezelfde afstand nog een keer herhalen, want ik heb immers dan een 3-put gemaakt en ben nog niet vaardig genoeg om op die specifieke afstand 2 puts te maken. Maak ik een score van 8 of meer, dan moet ik 2 meter terug, want dan is het echt niet goed geweest. En het idee achter deze oefening, als je dit maar lang genoeg blijft trainen, raak je vaardig om 2 puts te maken. Nou, laten we zeggen, vanaf een meter of 10. Maar of ik nou hier op de green lig, daar, daar of daar, ik vorm een enorm grote cirkel rondom die hole, waarvan ik weet dat ik altijd met 2 puts binnen ben. En dat is het idee van deze oefening.